je? Wij willen gewoon dat als er gewone goede imams komen en een eerlijk verhaal vertellen en het geloof kondigen, dan is dat verder prima. Wat is een eerlijk verhaal volgens u dan? Nou, niet oproepen tot verbannen van de Joden en het verbranden van Joden en dat soort dingen. Okay, als een imam zegt bijvoorbeeld dat een homohuwelijk een simpele politieke strijd is en een destructieve aanval op het plan van God, zou die dan niet naar Nederland toe moeten komen? Vraag Noordin Wilderman. Ik vind het te ver gaan om hier gewoon ieder voorbeeld te analyseren. Kunt u op één voorbeeld reageren? Nee, dat doe ik niet. Waarom doet u dat niet? Het is een simpel voorbeeld, toch? U heeft een stelling. Ik vind dat een imam een religieuze mening kan verkondigen. Dus ook bijvoorbeeld de mening die ik net noemde. Kan een imam dat zeggen in Nederland of niet? Ik denk het niet. Oké, okay, het is een uitspraak van de paus. Wilt u de toegang voor de paus tot Nederland blokkeren? Dat zeg ik niet. Ik gaf u net een voorbeeld. Ook een onderdeel van terrorismebestrijding. Kijk, de AfD heeft gezegd, er zijn honderden jihadisten in Nederland en duizenden sympathisanten. Mm-hmm. En die radicaliseren groep buiten de moskeeën, dat weet u. Hoeft niet noodzakelijk. Mensen die zijn geradicaliseerd, radicaliseren via Twitter, via Facebook, met contacten in die regio. En er zijn geen mensen die radicaliseren in moskeeën. Sterker nog, mensen die radicaliseren onttrekken zich uit moskeeën. Elian, mag verder. Dat is een veronderstelling. Overigens zijn er ook voldoende aanwijzingen dat ook in moskeeën geradicaliseerde personen zich bevinden. Kunt u één onderzoek noemen, Elian, die dat bevestigt? Het is een veronderstelling. 1, 2, 3 and to the 4. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Ready to make it. Ja, goed. Iemand die uitspraken doet als mogen gestenigd worden. Ja, goed. Ik denk dat is een uitspraak die hij zegt dat in het islamitisch recht zo is. Dat zegt uw eigen vader ook, dacht ik. Pardon? Uw vader zegt ook dat zo is in het islamitisch recht. Dus Haitham al-Haddad zegt over het islamitisch recht wat uw vader ook zegt over het islamitisch recht. Ik heb geen idee waarom u nu mijn vader hierbij betrekt. Maar nee, ik terugkom een andere spreker waarvan u wellicht niet denkt dat iemand is die niet zou mogen spreken in Almere. Waarom verzet hij zich daar niet tegen? Nou, u denkt dat ik mij daar niet tegen verzet. Waar ik mij tegen verzet is wanneer mensen die een bepaalde religie hebben de toegang tot een microfoon wordt ontzegd. Dat is waar ik mij tegen verzet. Dus maar op basis van die religie worden gewelddadige standpunten verkondigd. Dat kunt u toch niet goed vinden? Dus u zegt eigenlijk de religie waar ze vanuit redeneren is verkeerd. Een politieke verschijningsvorm van die religie. Exact. Dus u bent niet tegen deze sprekers, u bent eigenlijk tegen deze religie. Nee, ik heb problemen met een politieke verschijningsvorm van deze religie. Van deze namelijk religie. De radicale islam. Daar heb ik een probleem mee.